0-0 bij Emmen is niet het resultaat waarvoor je hierheen kwam, denk ik. Nou, ik denk als je geen tegengoal krijgt en deze uitslag. Ik denk dat we niet ontevreden zijn. Alleen qua kansen hadden we hier wel weg willen gaan met een 1-0, denk ik. En, dus dat was wel lekker geweest, maar ik ben niet ontevreden over deze uitslag, denk ik. Ja, je houdt een 0, maar een uitdoelpunt blijkt zo belangrijk in een tweeluik. Ja, nee, dat klopt. Dat is ook zo. Alleen voor ons was het gewoon belangrijk om die 0 te houden. En daar speelden we ook op. En ja, als je dan nog zulke kansen krijgt met Robert. En misschien nog een penalty moet hebben, denk ik. Dan had je hier beter weg kunnen gaan met een goed resultaat. Ja, want in de slotfase leken jullie genoeg te nemen met een 0-0. Nou ja, genoeg nemen. Ik denk, je moet dan even op zeker spelen. En in ieder geval niet verliezen hier. Ja. Dus wat je zegt, dat hebben we gedaan. En zondag moeten we het afmaken. Je had moeite om onder de druk weg te voetballen, of? Ja, weet ik niet. We hadden toch wel wat moeite aan de bal. Om de goede mensen te vinden. En dat was het net in de laatste lijn. Was het net niet, denk ik, vandaag. Maar als we dat zondag beter doen, dan gaan we Emmen zeker verslaan. Zondag maar één doel. Ja, en dat gaan we ook doen, denk ik.